En daar jullie mensen van Dutch Gaming en welkom bij een nieuwe video hier in dit kanaal. En vandaag een speciale video. Ik heb hier heel lang over zitten te editen, maar daar is hij dan eindelijk. De FCM, een half jaar zo gezegd, een beetje laat, maar ja, hij is er dan eindelijk. Dus veel kijkplezier. Naar rechts gaat. Nu heeft hij wel ruimte. Oh, en daar is de 1 tegen 0. Glenn Bell. Oh, oh, oh. Wat een schitterende treffer. Nog mooier dan die treffer tegen Go Eagles. Aanloop Jansen. Jansen scoort. Het is 0-2. Moet ik je knijpen? Ja, knijp maar even. Het is echt zo. 0-2 voor FCM. Jansen schiet de Drentse club naar 0-2. Bal blijft hangen. Daar is het doelpunt. Wat onderweg aangeraakt, ik denk door Pedersen. En dan is het zomaar 1 tegen 2. Ja, dat is het. We zeiden het net al, als je zelf niet scoort, dan wordt het 1 tegen 2. Nu af, FCM wint. We zijn onderweg, veel belangrijker natuurlijk. De bal in de Eredivisie rolt ook in Emmen. Bij. Daar is niet de 1 tegen of 0 tegen 1. In tweede instantie kan er nog steeds een schot komen. En daar is wel de treffer. Is het die jonge speler Miron Boadou die helemaal vrij staat in de 5 meter voor Kjeld Scherpen. En dus leidt AZ als we nog geen kwartier hebben gespeeld. Ja.
En het staat 1-1. Wat snel na die 0-1. En het is Nick Bakker die uit de corner van Anko Jansen de bal het laatste setje geeft. En zo herstelt Emmen zich heel snel van die 0-1 achterstand. Nick Bakker met een gelijkmaker. 1-1. Diep op de helft van Emmen. Ouwejan kopt opzetten, kan die schieten. Schiet! Oh! En die bal valt binnen. Er zat een rare draaiende bal. Het is Scherpen die het eerste stapje naar rechts doet. En dan ziet dat de bal naar links de speler te vinden. Dan is het het schot van Zeuntjes. Scherpen laat hier de bal los. En dan kan die worden binnengetikt door Idrissi. Als ik dat... Daar is die. Het is Idrissi die de wedstrijd op slot gooit. Omdat Chacon dezelfde fout maakt als die tegen Sparta maakte. Ook toen werd hij onder druk gezet. Probeert te kappen. Dat moet je niet doen. In de Eredivisie. Ja, dat is het antwoord. Dus bij het debuut in de Eredivisie in eigen huis met 1-4 van AZ. Voor te geven. Die bal komt er nog voor. Ziyech met een kopbal op de paal. Ja. En dan is het Huntelaar. Die staat niet buitenspel. En mag die bal natuurlijk worden opgevangen door Eiting. Eiting brengt hem in. En daar staan heel veel mensen vrij. En dan is het uiteindelijk Huntelaar die de bal het laatste setje geeft. En de bal vrij makkelijk. Krijgt de bal weer terug van Tadić. Kan hij schieten. Gaat helemaal naar links toe. Schiet. Bal wordt geblokt. En daar is geen buitenspel. En de treffer. En als ik het goed zie is het Tadić die de bal het laatste setje geeft. Kans voor Emmen met Arias. Ver op de helft van Ajax. Twee man kwijt. Oh, goede actie Arias. Maar kan net niet tot een schot komen. Omdat De Ligt, heel eerlijk, prima verdedigt. Gemaakt door Glenn Bell, die hem het laatste zetje geeft. Dus komt het. Eén keer moet hij goed vallen. Nu dan komt die bal indraaien en wordt hij gekopt. Wordt hij wel gekopt, maar de bal blijft liggen. Nou, wat zal het zijn op het 5-meter gebied? Daar is niet de treffer. Ja. Daar is wel de treffer. 1-0 voor Emmen. Het is Banning. Banning. Anders dan Alexander Banning. Dat is een goal. Het is ongelooflijk. Emmen verdedigt zwak. En de echte kans, de eerste echte kans in de tweede helft voor de Graafschap. Stond dit in de bijkant, dan is het niemand die eigenlijk ingrijpt. Daar is de treffer. Ja, daar kun je dan op wachten. En is het Sander van de Streek die de bal binnenschiet. En is dit niet. Vindt die nieuwe spits van Utrecht, Makinok, die ziet dat Emmanuel een rood krijgt. Ja. Een rode kaart op een zeer zware overtreding ook op Glenn van Bell. Terecht, René. Ja, hij ging door en dat wordt direct. Die gaat lopen. Centrum van het veld. Gaat schieten. En goal! Ja! Het is nachtveer. Ik zei het toch. Laat hij het maar een keer doen. Ja, hij doet het. Hij doet het vandaag. Het is gelijk. Het is na 5 minuten en 10 seconden in de tweede helft. 1-1 in de Galgenwaard. En datgene wat moet gebeurt. Ja, Pedersen krijgt het terug. Bel kan bal schieten. Schiet! Oh! Wat een goal! Glenn Bell
schiet in Leisten. Wat een geweldige treffer. Ja. Hij krijgt hem eigenlijk net niet goed. Is wat op een training zou je gaan douchen. Ja, ja. En haalt hem in één keer bijna half volley uit de lucht. En, ja, peert die bal in de kruising. Wat een heerlijk doelpunt. En wat maakt het Emmen uit? Die zegen is in de pocket. FC Emmen verslaat FC Utrecht. Achterlijn halen, legt hem terug. Goeie terugleggen, doelpunt. Ja, het is een goal. En je kon erop wachten en de bal is binnen. En Dekker is de maker, denk ik, toch? Hij werd aangeraakt door Bijl, ja, die ingleed. Maar toch is Dekker de man die op het... Nee, afgelopen. Wedstrijd is gebeurd. Emmen verliest thuis met 1-0 van PEC Zwolle. Het was niet goed genoeg, terwijl er nog een opstootje plaatsvindt. De muziek is gelukkig weg. Nu nog even de speaker en dan kunnen we beginnen aan een toch wel belangrijke wedstrijd voor Emmen. Kijken of ze de nummer 4 van de Eredivisie aardige partij kunnen bieden. Ja, nee, ik heb ze in de voorbereiding tegen elkaar gezien. Toen was FC Emmen niet minder, hoor. Dus we kunnen wel doen dat Heracles een wonderploeg is. Dat is niet zo, hè. De spelers staan in de 16. Komt het schot, geblokt. Komt de tweede schot. Ja. En dan valt hij binnen. Emmen ligt al na 5 minuten en 37 seconden spelen. Komt hier weer een kans en weer een goal. Ja, jongen. Niet voor niks. Veendorp zoekt een afspeelmogelijkheid. Dat is diep bij Niemeyer. Oeh, dit is mis. Wow. Dit is een botsing. Ja, botsing en waren de hoofden tegen elkaar. Denk het wel. Het is ongelukkig, want Jansen vraagt natuurlijk, is het een overtreding? Is het een overtreding? Maar dat zal de VAR wel op me gaan beoordelen. Ja, de dokter, is dat de dokter? Ja, dat is de dokter van het Penalty. Strafschop. En het is terecht. Strafschop. Dit is het terechte strafschop. En Jansen versiert hem, hè? Ja, kom goed inlopen. Ja, maar sneller bij de bal. Het was sneller bij de bal. En ja, stomp gedaan van Bart van Hintem. Maar René, je kon erop blaast. En dan mag Jansen aanleggen. En de wedstrijd weer helemaal spannend maken. En dat doet hij. Heerlijk gedaan van Anko Jansen. Hij bewijst toch maar weer zijn waarde. Hij juicht richting het meegereisde supportersvak. Afgelopen hier in Almelo. En de spelers van Heracles, ja, die vieren de overwinning. Alsof het het is een zwaar. Worden. Banning nu de 16 in. Banning! Ja! Banning zit binnen. Ik denk misschien wel via been van een verdediger van Fortuna Sittard. Aanvoerder Dammers die bal wellicht nog aanraakt. Maar dan maalt hier helemaal niemand om. En weer is het Alexander Banning die een belangrijke treffer scoort voor FC Emmen. Wat een indraaiende bal. Gaat die bal richting Arias? Zou kunnen. Arias! Arias doet het voor FC Emmen. Het is 2-0. Echt op het seconde af in minuut 66. Die zou net beginnen. Kopt Arias de bal binnen uit de vrije bal van Kaplan. Nou, nog scherper. Pakt die bal. Doet hij niet. En dus is het wel weer een wedstrijd. 2-1. Als we in de 70ste minuut zitten. En wat een fout, zeg. Dom. Ja, wat? Hoe kun je zo'n bal... Van Jansen, goed gedaan. Banning, de 16 in. Banning, kan hij het afmaken? Banning, maakt het af. Gebeurt. 3-1. Wedstrijd op slot. Alexander Banning. Hoe koelbloedig is hier Alexander Banning dan in dit geval? Hè? Hij mag op jacht. Shirani met de voorzet hoog, dus Schempen is mis. Oh, Schempen zit helemaal mis. Timed hier weer verkeerd, René. Ja. Met die hoge ballen twijfelt hij vandaag. Ik weet niet waar het aan ligt. Maar ineens is het weer een wedstrijd. Jongen. Het is Vin Stokkers die je maakt. Hij 32 meter van het doel. Nou, het is iets minder, denk ik. Het is al 30. Het is wel spannend, want alles en iedereen is een beetje mee, behalve de doelman. En dus kan die vrije trap genomen worden. Nou, dat is de indraaiende bal en daar is de gelijkmaker. Weer staat Scherpen te kijken, Niels. Hij doet niks, doet een klein stapje naar voren. De afgelopen, nee. En dan vindt Kooi het genoeg. En wat een domper. En luister naar het publiek. Het publiek, ja, fluit heel erg lichtjes. Bergwijn,
die kan breed leggen. Dat doet hij ook. Dan is het Pereiro met de 1 tegen 0. En het duurt iets langer dan tegen Ajax. Dat is toen was het, ik dacht, de 8e minuut. We zitten nu in minuut 12. En PSV leidt door een simpel binnen. Op de Jong. En wat is dit makkelijk, René? Veel te makkelijk. Het is een voorzet van Lozano. Die indraait bij ongeveer 5 meter. De vorige was slecht. Daarvoor was het gevaarlijk. En nu is het een goal. En het is opnieuw Luc de Jong. Die simpel bij de eerste paal kan binnenkoppen. Hoe gemakkelijk is het? Voorzet nu wel. Die is daar. Pereiro. Het is 4 tegen 0. Ja, dit gaat wel heel gemakkelijk, René. 4-0 voor het PSV. Nog een gevaarlijk moment opnemen. Nou, dat is Swaap met de kopbal. Blijft hangen. Wordt er nog een keer geschoten. En daar is dan de treffer van Gutierrez. Die ook zijn goaltje meepikt. Het was naar de buitenkant toe. Lozano, kan hij dan eindelijk zijn treffer maken? Dat is 5 tegen 0. Lozano zat tegen zichzelf te spelen. Maar dit was een niet te missen kans na een uitstekende actie van door scheidsrechter Nijhuis, die het nu genoeg vindt. En een einde maakt aan deze wedstrijd. Die PSV dus wint. Over the edge, feel like I'm floating through the air. En ruimte en een hele, hele slechte voorzet. Alhoewel die aan de andere kant Seuntjes is dat hij de bal nog binnen kan houden. Als een soort linkerspits geeft hij de bal met rechtsvoor. Kan hij gekopt worden? En daar is het 1 tegen 0. Wat makkelijk binnengekopt is die Mlapa. Ja. Die scoort. Het is Seuntjes met een afgemeten voorzet. Ja, ben je in het centrum van Emmen. Staan ze erbij, kijken ze ernaar. En vanaf een meter of 4, want veel meer was het niet, wordt hij binnengekopt. Kropert naar de rechterkant van het veld naar Banning. Kan hij erbij? Nee. Maar het levert wel een inworp op. Ja, maar hij geeft geen vrije bal. Nee, en hij heeft heel veel pijn, Banning. Het is denk ik knietje tegen knie. Zo leek het als wel. Maar Banning kermt het uit van de pijn. En Banning is niet een jongen die veel toneel speelt. Hij heeft veel pijn. En het zou best wel eens inderdaad op een plek kunnen zijn, Niels. Maar jij en ik hem ook liever niet hebben. Die noppen heeft hij dus wel degelijk in zijn edele delen gehad. Ja, dat was ook wel goed. We gaan het zien. Er komt een kaart. En dat is ik denk dat hij rood krijgt. Ja, hij krijgt rood. En hij doet het! Het is verdiend hoor! En wat is het mooi! Wat is het mooi voor deze jongen, Stef Gronsveld, die zo baalde van het feit dat hij niet de lijn door kon trekken van het af naar een gelijke stand tegen VVV. En gaat hij gelijk wisselen? Nee toch? Ja, hij gaat eraf. Hoe mooi is dat? Dat is dat zeg. Een publiekswissel! Van de bal afgelopen. Afgelopen. Emmen. Ja, 1 tegen 1. Het is weer niet goed genoeg. Er had weer meer ingezeten. Ja. En weer. Het staat 1 tegen 0. Het is niet verdiend. En het is een fout van Kjell Scherpen. Hij is 2 meter 4. Een vrije bal vanaf de zijkant. Hij denkt dat hij voorkomt. En het waait er zo in, over hem heen. En kop hem er direct in. Niemeyer! Ja! Reuven Niemeyer komt hem binnen. En wie zei nou dat hij gewisseld moet worden? Nou, natuurlijk niet. Laat het staan, die man. Het is zijn recht. Geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Geweldig. En weer gaat Heerenveen in eigen huis niet winnen. En sterker nog, Niels, als Emmen. Het is 1-0 voor FC Emmen. De corner van Anko Jansen. En Kavlam die werkt hem achter Benjamin van Leer. De voorsprong voor Emmen. En het is niets anders dan verdiend voor het Drentse club. Kleine halve van Kavlam. Ja! Komt u! Het is Arias! Arias, hij kan scoren! Jawel! Arias die doet het voor FC Emmen. Het is een prima aanval. En het is verdiend. Die 1-0 was al verdiend.
En deze is ook verdiend hoor. Dit gaat niet meer fout. FCM gaat de eerste 3 punten pakken in dit seizoen op eigen veld. En Arias, hij kan dus scoren. En wat was het een goede... Is het gebeurd. Emme wint niet alleen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, maar houdt ook de 0 vast. 2-0. Een uitstekende uitslag voor de ploeg van Dick McKean. Historisch! En Dick... Goeie bal. Kopbal Jansen. Goal van Ko Jansen. Het is 1-0 voor SCM. Het is de captain die het doet voor de formatie van trainer Dick Lukien. Na die prachtige voorzet van Saner Kavlan. Daar is wel de gelijkmaker, zeg. Zomaar uit het niets kopt Messaouid de gelijkmaker binnen. Ja, dan zeg je één keer niet dat je moet oppassen. En wat denk je? Ja. Dan ligt die gelijkmaker erin en kan hem er weer... Momenten komen en daar is bijna de treffer Koolwijk. Ja. En daar valt er 2-1 voor Excelsior. Eerst brengt de paal nog redding. En dan staat Koolwijk in de set. Is het 1-0 voor Vitesse. De bal komt vanaf de rechterflank. En Klok staat te kijken. Springt niet mee. Linssen komt voor hem. En kopt die bal wel heel goed binnen. Dat moet ik wel zeggen. Scherpen is kansloos. Banning naar Jansen. Nou, leg hem terug. En schiet hem voor de goal. Nee, en dan is het Bijl die schiet. En die bal valt nog bijna binnen. Daar is het. Is die. Daar is die. Kavlan maakt de gelijkmaker. 1-1 door geklungel achterin. Van Doekie en Emmen profiteert daar optimaal. Concentratie gehad met aanloop. Schot over. Hij glijdt uit. Hij glijdt uit. De bal gaat meters overzetten. Goal, rieke penalty. Het doet me een beetje denken aan die Champions League wedstrijd. Wat ik zie bij Vitesse. Ik zie Linssen op de grond liggen. Balend van zijn gemiste kansen. Een kopbal. Een penalty overschieten. Ja, het is pijnlijk voor Vitesse. Maar wat is het mooi voor Emmen. Schot van Berghuis. Ja, en die valt binnen. Een wereldgoal. Kan niet anders zeggen. Op het puntje van de 16 meter. Een soort dropkick schiet hij hem binnen tussen de melee van benen door. En Scherpen is volstrekt kansloos. Ja, ja en dan kun je een aardige partij geven. Maar kijk je wel tegen. De bal naar Berghuis. Oh, Berghuis, jongens, prachtige jongens. Actie. Ah, maar dit is ook kinderlijk verdedigen, nee hoor. Ja, is het ook. Jongen, jongen, jongen. Maar... Dromen in de verdediging. Ja, grijp in, zeg. Ja. In en rond de 16. Jansen met aanloop. Komt die bal veel te laag. Nee. Alhoewel, die wordt verlengd. Gaat erin. Van binnen. En veel Jansen. Te laag, zeg jij. Ja, die was toch veel te laag. Nee, was toch perfect. Als je dan zegt over slecht verdedigen, Niels. Dit lijkt ook helemaal nergens maar op. Ik denk dat Jansen hem op zijn naam krijgt. Ja, tuurlijk. Want niemand raakt die bal aan. Iedereen stapt op. Ja, dat is te verwachten. Kap Siegman heeft prima gedaan. Kan hij ook schieten. Legt hem terug. Ja, en daar is Fentanyl. Prachtig. Of is het Kuksu? Kuksu. Ja, Kuksu is te maken. Maar het, komt daar de vierde Feyenoord goal. Ja. Het is waar. Het is 4-1. Scherpen ging wel naar de goede hoek. Maar de bal van Vilena was simpelweg te goed. Feyenoord maakt het helemaal af. Dan gaat Vilena dansen voor de camera van Fox. En die krijgt nu een paar... potjes bier naar zich toe geworpen. Aangeboden, hè? Vriendelijk aangeboden. Vanuit... Mendes Moreira nu met de voorzet. Is gevaarlijk. En dan valt hij toch binnen. Niet verdiend. Maar hij ligt er wel in. Maar hij scoort de treffer. 1-0. Ja, zo vlak voor tijd. Dan is het gebeurd. Wat weer een nare tegengoal zo in die slotfase voor FC Emmen. Nou, er zijn gekwinningen gebeurd, René, maar dit is wel een tik. Ja, zeker een tik en ook niet verdiend. Maar goed, nee. Daar heb je helemaal niks aan. Nou, dan alles of niets maar. Een punt of niets. Bakker mee naar voren. Komt de bal door. Petersen! En die bal valt binnen! Die bal valt binnen! 1-1! 1-1! Het is Niklas Petersen tegen zijn oude club.
Wat een heerlijke treffer. Dit is mooi. Bakker, die kopte de bal door. Het is een Groningen-productie. Bakker kopt de bal door. Op hoe Niklas is Pedersen. Dit mogelijk? En hij ramt de bal binnen. Pedersen! Wist zij dat hij kon scoren? Dat wisten ze hier ook niet. Hij scoort. Je trap daar gaat hij. Siegman. Ja! Weer Pedersen! Ja, Pedersen! Met z'n tweede. 2-1. Hoe mooi! FC Emmen. 2-1. Ongelooflijk, wat een wedstrijd. En we stonden net nog met 1-0 achter. En nu met 2-1 voor. Ongelooflijk. Ja, het is afgelopen. Afgelopen. Hij is binnen. Wat een stunt. Groningen kwam 4 minuten voor tijd op 1-0. Dat vind ik het een stunt, ja. Niels. Dat je dan uiteindelijk hier nog weet te winnen met 2-1.